Gravers Promotions is een bedrijf uit Ulft. Deze groothandel in promotionele artikelen bestaat al 35 jaar en beschikt over een eigen drukkerij, waar zij allerlei producten naar voorkeur van de klant kunnen bedrukken. En het personeelsbestand is heel divers. We hebben mensen op kantoor, mensen op de grafische afdeling en mensen in de productie waarvan een gedeelte werkt via de participatiewet. En we hebben ervoor gekozen om met mensen uit de participatiewet te werken omdat ze gezien de werkzaamheden hier prima kunnen functioneren. En het is ook een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen van onze kant. Dat vinden we ook belangrijk. Ik ben t-shirts aan het afhalen. En die worden gedrukt via de zeef. Daar komt inkt op. En dan op het t-shirt en dan onder de band. En dan worden ze opgevouwen en in de doos gedaan. Ik zit bij de in- en uitpak, dat is aan die kant. Daar komen alle producten binnen die je uit moet pakken en klaar moet maken voor bijvoorbeeld de druk of voor de keramiek. En ik doe ook bekers plakken, zo noem je dat, keramiek. En dat gaat dan in een hele hete oven, 700, 800 graden, zodat dat logo blijft zitten. En ik doe bij de tampondruk doen we smeren, zodat het logo ook beter blijft plakken. Eigenlijk sta ik een beetje overal. Ja. Bij bemiddeling naar werk gaan wij als volgt te werk. We krijgen het aanbod aangemeld vanuit screening en of vanuit de reïntegratieconsulenten. Vervolgens wil ik degene altijd zelf persoonlijk even spreken om een indruk en een beeld van de kandidaat te krijgen. En met name ook een gevoel van waar zou zo iemand het beste tot z'n recht komen. Rianne kreeg ik aangemeld vanuit de consulent. Ik ken haar verleden achtergrond niet, maar ik heb met haar kennis gemaakt. En ja, bij mij begon gelijk een gevoel te ontstaan van joh, Rianne zou zo leuk bij Stravens passen qua type, qua persoonlijkheid. Bij Stravens, jonge club mensen, de werkzaamheden duidelijk toegankelijk voor een heleboel mensen. Ja, en met de achtergrond, al pratend die ik van Rianne doorkreeg, kreeg ik steeds meer het gevoel van ja, dat zou een hele mooie combinatie kunnen zijn. Vandaar dat ik haar daar heb voorgesteld. Ja, en inmiddels werkt ze al een geruime tijd en het gaat hartstikke goed. Het is een hele leuke groep mensen, heel veel leuke collega's. Het is heel afwisselend werk, wat ik extra leuk vind. Het is niet een hele dag door hetzelfde werk, dus het is ook geen sleur aan het worden. En dat maakt het leuk, ja. Wij zijn 5 jaar terug begonnen met 2 medewerkers vanuit de participatiewet. En inmiddels zitten we op 5 medewerkers. En die lijn die zetten we gaandeweg verder door, omdat het gewoon prima bevalt.